Hey, zoals je weet hebben we meerdere kunstenaars gehad, meerdere mailtjes gekregen. Ja. En we zijn hier natuurlijk om het beelden terug te brengen die jij zelf hebt gebruikt bij je pitch. Ja. Maar ik wil je bij deze feliciteren. Dat ben je niet. Ja. Godverdomme. Heel veel succes. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Je bent het geworden, man. Ja, niet te geloven. Ja, unaniem hebben we besloten dat jij het weer gaat doen. Ja, tof, hè? Het is echt niet te filmen. Nee. Mooi. Nou ja, dat is het wel. Ja, maar, nee, het is echt, Hoe trots ben je? Ja, ik kan het gewoon helemaal niet omschrijven, want het is echt, ja, dit is iets wat ik helemaal niet kan uitleggen. Dit is zo onvoorstelbaar. Ja, dit gaat gewoon echt nu, helemaal nu ik net ben overvallen met het bericht, echt mijn bevallingsvermogen echt te boven. Ik zie ook niet alleen dat jij heel blij bent, maar met je gezin heel blij is. Waar komt die emotie zo vandaan? Ja, dit leeft zo erg in ons gezin. Dit is echt iets, dat is iets wat zich heeft opgebouwd. Ja, eigenlijk al voordat het beeld van Bob Harms en wat er toen is gebeurd en alles bij elkaar. En ja, nu met het standbeeld van Johan Cruijff. Ja, maakt het zo compleet. En iets waar je nooit op durft te hopen, gaat nu gebeuren. Ja, dat doen we met elkaar. Waarom hebben jullie gekozen voor Hans Jouta? Hans Jouta hebben we ervaring mee met het beeld van Bob Harms. Daarnaast hebben we wel meerdere kunstenaars gevraagd uiteraard. En die hebben zich ook bij ons gemeld. We hebben met meerdere kunstenaars gesprekken gevoerd. Maar de werkgroep stond unaniem achter het concept van Hans Jouta. Buiten dat weten we ook van de vorige keer het standbeeld van Bob Harms. Dat Hans zelf natuurlijk ook een echte supporter is, een echte Ajax-iet. En dat heeft wel bijgedragen bij onze keuze. Heb jij al enig idee hoe het eruit gaat zien? Ik heb wel enig idee. Ja. En ik kan wel zeggen dat ik doe natuurlijk altijd mijn best. Ik heb met Bob ook mijn stinkende best gedaan. Maar ik ga proberen om hier echt mezelf te overtreffen, probeer ik. Ik ga echt het maximale geven wat ik heb. Nou, we hebben uit duizenden foto's mogen zoeken naar beeltenissen van Cruijff, poses van Cruijff. En uiteindelijk is de grote wens ook van de familie om Johan Cruijff als voetballer bij Ajax te eren met dit standbeeld, dus we zoeken het in die categorie. Het traject begint voor mij nu echt. En dat gaat van stap naar stap. En dat is een heel proces. En daar is wel tijd voor nodig. Ook om het resultaat moet goed zijn. We hebben vanaf de start van onze campagne eigenlijk gezegd, we houden 2 seizoenen aan. Dat blijven we nu ook doen. Wellicht komt het beeld er eerder, maar sowieso de zomer van 2020 staat deze bij de Johan Cruijff Arena. Wanneer ben jij trots? Nou, eigenlijk ben ik het nu al, maar ik voel nu ook al direct onder druk dat ik het moet maken. En, hoe trots wil je het hebben? Ja, dit is zoiets, iets. Ja, ik kan het gewoon helemaal niet uitleggen. Gewoon super trots. Als werkgroep hopen wij een mooi beeld te kunnen realiseren samen met Hans. Waar wij als werkgroep super trots op zijn. Waar Hans super trots op is. Maar ook de familie Cruijff en alle supporters die een steentje hebben bijgedragen.